De Hoekse Waard is een agrarisch gebied waar vogels graag komen. Maar boeren kunnen hun nesten over het hoofd zien en kapot rijden. Daarom gaat Marianne van der Waal op pad om vogels te spotten. Volgens mij loopt er een kievit daar. Zodra ze een nest gevonden heeft, komt de techniek te hulp. Nou, we gaan dus naar het nest toe. We gaan er zo dicht mogelijk bij staan. En dan voeren we hierop in van, nou ja, waar dat nest precies is, dat weet hij dan natuurlijk zelf al. Maar wij voeren dan in wat voor vogel het is, hoeveel eieren die heeft. Die GPS-gegevens gaan digitaal naar de eigenaar van het land. Nou, we hebben de coördinaten die de veldploeg, de deskundigen van de nesten ingeladen hebben, hebben we in de bordcomputer nu zitten. En we zijn nu benaderd tot op een locatie van het nest. En we doen dan nog de hefrichting omhoog en passeren zo het nest, zodat het nest gespaard blijft. En zo kost het weinig tijd en gewassen om de vogels te beschermen. Door het gemak hoopt boer Klompen veel collega's mee te krijgen. Vroeger kon dat niet, maar met die moderne techniek zijn we dus in staat dat volledig te automatiseren. Ja, dan kost het geen moeite meer. En als dat volledig geautomatiseerd is, ja, dan doe je dat automatisch. Veel belangstelling is belangrijk, want het gaat echt niet goed met de akkervogelpopulatie in Nederland. Vanaf de 60er jaren zijn de weidevogels zeker met de helft afgenomen. En de laatste jaren, ieder jaar, 5% minder. Dus ja, dat kan niet al te lang doorgaan als we er niks aan doen. LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie, coördineert het project dat ook de aanleg van akkerranden omvat. Deze randen zorgen onder andere voor voedsel voor de vogels. De akkervogelranden geven gelegenheid voor vogels om daarin te nestelen. Ze zijn daarin veilig, ze hebben schuilplaatsen. En heel veel insecten zitten erin en dat is voedsel voor de jongen. Het project loopt meerdere jaren. In die periode wordt de vogelgroei vergeleken met die uit andere gebieden waar het project niet loopt.